hele goede zonnige morgen. Vandaag de dag mogen we weer wat gaafs doen. Wij mogen namelijk op pad met de meest uitgesproken BMW van het moment. De BMW XM Label Red. En ja, hier staat hij dan, de BMW XM Label Red. En ja, de XM, die viel al een soort van in de smaak op ons YouTube-kanaal. Maar de BMW XM Label Red doet daar nog een schepje bovenop. Zo draait deze auto eigenlijk simpelweg om één ding. Meer is vaak beter. En met meer bedoel ik heel veel meer vermogen. Zo gaan we namelijk van 800 Nm naar 1000 Nm aan koppel. En ja, hij is groot. Ja, hij is zwaar. Maar geloof mij, dat is echt wel heel erg rap. En eigenlijk valt het van buiten wel mee hoe uitgesproken deze auto is. Want deze velgen die kunnen in het goud. En kunnen dus de auto, de BMW XM Label Red, herkennen aan verschillende rode logo's. En zo ook hier op de achterkant een rood logo. Ofwel, het valt best wel mee. Hij is niet per se heel erg extra uitgesproken. Gelukkig zeg ik daar wel bij. Het interieur daarentegen, dat is best wel vet geworden. En nee, voor 26.000 euro extra ten opzichte van dus al de BMW XM krijgen we niet alleen een setje rode labels. We krijgen ook unieke. En ik vind ze persoonlijk best wel heel erg dik in combinatie met de Oxford Green op het exterieur. Fiona Rot met zwarte stoelen, met daarbij de rode stiksels uiteraard. We hebben hier rood in het rooster, we hebben hier een rood logo. Veel rode logo's, maar nog veel meer. En met veel meer bedoel ik dus ook nogmaals heel veel meer vermogen. Want standaard komt hij zeg maar met om en nabij 650 pk en deze 750 pk. Dus we hebben 200 Nm extra en 100 pk extra. En dit dus allemaal bij elkaar, sprint van 0 naar 100 in 3,8 seconden. Het is niet normaal. Als dit... Oh, dit gaat zo meteen over alle settings hebben jongens, maar het is echt waar. Hoe dit ook terugschakelt in zijn automatische versnelling. Het is echt niet normaal. Echt waar jongens, als je deze auto ziet denk je misschien niet meteen van oh, dat is spectaculair, maar dit is echt waar jongens, de eerste officiële BMW M-only SUV. Er is natuurlijk een X5M, een X6M, maar niet zozeer een M1 voor de SUV zoals ze dat ooit een keertje hebben gekend. De XM Label Red, de XM was al heel erg dik en die heeft me eigenlijk echt wel doen verbazen. Vind ik het een mooie auto? Laat ik gewoon heel even in het midden. Weet je, het gaat niet altijd om wat ik vind. Ik ga jullie gewoon vertellen hoe het rijdt en waarom ik dit dus wel zo cool vind. Want de kleur Oxford Green, cool. Yes please. Interieur, gedurfd. Ja, vind ik ook wel gewoon heel erg lekker. Maar als je deze auto ziet en ik keer heel even om, dan zul je ook zien dat de draaicirkel best wel meevalt. Want ik reed hier dus net met een BMW M4 en de draaicirkel is dus kleiner dan de draaicirkel van de BMW M4 F82. Is de auto zelf kleiner? Nee, de auto is zeker niet kleiner. Is de auto lichter? Nee, de auto is ook zeker niet lichter. En als je hem ziet staan, denk je echt niet van oh, dit is sportief, dit is heel erg leuk rijden. Maar ja, ik heb een BMW hart. En ja, dat heb ik al meermaals mogen aanhalen of verteld. Ik schaam me er ook niet echt voor of zo. Maar als je met deze auto, ik denk oprecht dat dit momenteel gewoon de best sturende SUV is van het moment. Hij is zwaar, ja, het is een plug-in hybride. Dit is echt waar, jongens, als je ermee op pad bent. Je hebt gewoon het idee dat je een soort van M3 Touring op steroids hebt. Want nee, een M3 Touring heeft natuurlijk een 6 in lijn. Dit is een 8-cilinder met daarbij een beetje elektriciteit. Het is gewoon echt waar een feest om te rijden. En dat kan natuurlijk harder klinken, want je hebt gewoon voor deze auto een Akrapovic uitlaatsysteem. Als je dat zou willen. Kost uiteraard een beetje, maar dan heb je ook wat zoals we dat vaak zeggen op dit kanaal. Deze auto, als je ermee op pad bent, het duurt niet lang voordat je hem waardeert. Je denkt echt al heel snel van, hè, kan dit? Hier, een draaicirkel, uiteraard met achterwielbesturing. Waarbij de achterwielen dus tot bepaalde lage snelheid
tegendraad sturen en boven hoge snelheden meesturen om dus inderdaad ook weer die wegligging te verbeteren. Maar het duurt niet lang voordat je met deze auto beseft van wauw, dit is echt heel erg speciaal en heel erg bijzonder waar ik mee op pad ben. Want ook als ik hem op Goodwood zag, de grip van die neus is echt waar. Deze auto doet je op alle mogelijke fronten verbazen. En ik denk zelf, oké, het is zwaar. De banden die zullen het niet heel erg plezant vinden op het moment dat je met deze auto over rondje Zandvoort heen boendert. Maar ik denk zeker dat je hem een rondje om en nabij dezelfde tijd ziet van als bijvoorbeeld een M3 of M4. Wat echt is gepositioneerd als een sportauto. Ja, meer vermogen, maar die auto is echt zwaar. Hij is groot, hij zit hoog natuurlijk. Maar het doet gewoon niet onder voor een sportauto als je gas geeft en als je remt. Die neus is direct, hij stuurt goed in, hij is vlezig in het stuur. En als je zou willen, ja dat hebben we vorige keer al met de BMW XM gezien, hij gaat echt serieus dwars. Standen, zoals ik al aangaf, heel veel standen. We kunnen namelijk alles bij nieuwe BMW's aanpassen. En daar komt natuurlijk bij een hybride auto nog meer bovenop. Dus ik denk dat ik gewoon heel even terug ga naar comfort. Ik doe de versnellingsbak heel eventjes terug naar zijn drive. Ik ga daarna de eerste automatische optie, want we hebben er drie. Ja, dat hoor je goed. We hebben drie verschillende opties voor de bak in zowel sport als in drive. Maar we rijden momenteel in comfort. En vanaf comfort hebben we ook nog Sport en Sport Plus voor de aandrijving natuurlijk. Maar daarin kunnen we ook nog kiezen om de accu recuperatie. Zeg dat goed? Recuperatie. Ja, het is een woord waar ik niet heel veel uitspreek. Dus ik lees hem eventjes zoals jullie het oké vinden. Die kunnen we zelfs inderdaad op maximaal zetten. Waardoor het dus inderdaad wat vlotter ja, oplaadt. Dus als je harder remt, dan gaat hij natuurlijk meer opladen. Om die accu dus gewoon op zijn zuinigst te hebben, ongeveer. Ik denk niet echt dat het heel veel uitmaakt, maar oké. Het onderstel hebben we uiteraard ook drie verschillende facetten voor. We hebben comfort, we hebben sport en we hebben sport plus. Dus dan gaan we nu ook naar comfort. En dan wordt het ineens een soort zwevend tapijt waarmee we op pad zijn, jongens. De stuurinrichting die hebben we in comfort en in sport, niet in sport plus. Dat hebben we dus inderdaad wel bij de bijvoorbeeld BMW M4. Dan kunnen we die naar sport en sport plus nog zetten. Dan gaan we ook naar comfort. En de remmen, die kunnen zelfs ook aanpassen. En persoonlijk hou ik die altijd in sport, want terwijl we nu dus in hybride rijden, je hoort niks, je hoort de V8 niet meer. Het is een hele rustige ervaring, rustige beleving geworden. Maar de remmen die heb ik persoonlijk altijd, ongeacht welke auto van BMW nieuw is, heb ik gewoon op sport. Ik hou persoonlijk van een harde rempedaal. En op het moment dat ik hier op comfort zit, dan merk je dus inderdaad dat het rempedaal iets zachter wordt. Het is niet zo dat die heel erg happig is. In sport is je wat happiger, is je wat harder. Voelt het rempedaal ook gewoon wat flinker, wat zwaarder aan. En dat heeft mijn voorkeur, dus die heb ik altijd in sport. En daarnaast kunnen we ook nog het MX Drive op verschillende standen zetten. We hebben natuurlijk gewoon fuel drive. Dan is je gewoon 50-50. Voor een beetje, achter een beetje. En gewoon de ideale verdeling als het bijvoorbeeld slecht weer is. Laat die minimale slip toe. Tractiecontrole staat gewoon helemaal aan. Maar daarnaast hebben we ook nog fuel drive sport. En fuel drive sport, dan laat hij dus inderdaad iets meer slip toe. Dan gaat het grootste gedeelte van het vermogen naar achter. En pas als je echt denkt van nou, nu zit je misschien kantje boren, hang je bijna in een heg. Dan pas grijp ik voor je in. Dus dat is goed om te weten. En we hebben natuurlijk fuel drive sand. Want het is natuurlijk een SUV. En ik denk ook dat de mensen gek genoeg zijn om met deze auto off-road te rijden. Ik pas daarvoor. Ik ben niet zo'n off-road man. Ik vind het ook verschrikkelijk als een auto helemaal op zijn kant gaat. Heb je het ook al een paar keer mogen zien. Maar zoals jullie dus nu horen en nu zien, is het een hele comfortabele, rustige auto. Rijden we volledig elektrisch. Is hij zuinig. En doet er dus helemaal de BPM eer aan. Want er zit niet veel BPM op deze auto ten opzichte van inderdaad dus de M3, M4, M2's die we hebben in Nederland. Het is een verschrikkelijk bedrag als je het ziet. Maar bij deze auto valt het wel mee, want hij is in theorie extreem zuinig.